Jari Schuurman komt dit seizoen op huurbasis uit voor Willem II. De jonge middenvelder van Feyenoord zit goed op zijn plek in Tilburg. Ja, dat is goed. Heel erg naar mijn zin hier bij Willem II, mooie club. En nu is het wachten op veel minuten. Ik heb het eigenlijk meer naar mijn zin dan ik had verwacht. Het was natuurlijk voor het eerst sinds mijn zesde, A7e dat ik naar een andere club ging. Het was wel even wennen, maar ik ben hier heel snel heel goed opgevangen. En heb het nu heel erg naar mijn zin. Het is een stuk kleiner dan Feyenoord, maar dat maakt het juist wel wat, wat anders, zeg maar. Kleiner misschien, daarom wel heel gezellig. En ik denk ook fanatieke supportersgroep. Ook bij de uitwedstrijden zit het vaak redelijk vol. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Toen we van Ajax hadden gewonnen, stonden ze hier ook met een groep. Dus dat was allemaal wel mooi om mee te maken. En dat lijkt ze ook een beetje fijn. Ja, wat dat betreft lijken ze ook. Feyenoord is natuurlijk een stuk groter. Er staat veel meer druk op. En Willem II willen wij dit jaar dan richting de middenmoot. Dat is natuurlijk ook een verschil met Feyenoord dat gewoon om het kampioenschap strijdt. Vooralsnog moet Schuurman het doen met een enkele invalbeurt en wedstrijden bij het tweede elftal. Nee, klopt. Ik heb hele goede voorbereiding gedraaid. Daarna het EK. En toen ik terug ben gekomen is het eigenlijk, was het bijna competitiestart. Toen begon, hadden we eigenlijk al een eerste elf, daar zat ik toen niet in. En nu is het gewoon keihard werk en trainen zeggen ook dat ik gewoon geduld moet hebben en dat die kans vanzelf komt. En als die kans komt, dan pak ik hem. En veel mensen die zeggen omdat je nu op de bank zit en ook weer bij het tweede soms speelt van je had net zo goed kunnen blijven. Zie je dat ook zo of niet? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Hier zit ik sowieso elke wedstrijd bij de selectie, dat is gewoon 100% zekerheid. En heb de grote kans om in te vallen en dat moet ik gewoon gaan doen de komende weken, maanden. En dan moet ik me gewoon bewijzen en zorgen dat ik in de basis kom. Maar voor de rest heb ik het hier hartstikke naar mijn zin, hoor ik echt bij de groep. En train ik achter de schermen dan gewoon keihard. En je hebt hier ook weer andere spelers om je heen, dus ja. Waar je ook andere dingen van leert dan bij Feyenoord? Precies, ja. Ja, ik heb nu Erik bijvoorbeeld op 10, dat is een ander soort team als Dirk. Dus dat is ook weer heel anders, daar kan ik ook weer van leren. En voor de rest, ander soort spelers, andere groep. Het is ook leuk om weer in een nieuwe omgeving te zijn. Aanstaande zondag neemt hij het op tegen de spelers met wie hij vorig jaar nog op het trainingsveld stond. Een hele leuke groep was dat ook. Dus ik ken iedereen daar eigenlijk op een paar nieuwe spelers na. Dan. Het zou wel apart zijn om daar weer tegenover te staan. En dan ga ik er vanuit dat minuten gaan maken en dan ga ik knallen. Ook tegenover de supporters die hem al vanaf de jeugd volgen, wil hij dit seizoen laten zien wie de echte Jari Schuurman is. Ja, tuurlijk. Ik wil mezelf natuurlijk voor hen ook bewijzen op Eredivisie niveau. Ze verwachten veel van mij met natuurlijk talent als uit de jeugd. En ik ga er alles aan doen om dat dit jaar te laten zien en dan weer terug te komen bij Feyenoord. En dat gaat ook wel lukken? Absoluut.